Wat zijn uitgerennerde mergels? Het is een stijlfiguur. De spreker heeft het eigenlijk over uitgemergelde renners, maar sorteert een komisch effect door het gebruik van dit spoenerisme. Zo heet deze prachtige stijlfiguur, genoemd naar de uitvinder. Soms heb je het nauwelijks in de gaten. Het klinkt namelijk quasi perfect. Een slotkortvraagje bijvoorbeeld, of de wereld lang reist. Of je wil zeggen pompen of verzuipen, en het eerste woord dat eruit komt roept heel andere gevoelens op. Welkom in het zwembad van Chambéry, pijpen of verzuipen hier. Jamaica kan met opgehoven heeft het veld verlaten. Ja, wat doe ik met een zak brood en een chokpot pasta? Een gewone roofoverval is met lotnottige gevolgen. En de aanvoerder van de wereldlangrijst, Piet Sempres. En met het schandaal ook in de wielerwereld. Kort slotvraagje nog. Dat wordt een welis nietjes spelles. Het omkoopschandaal. Je zag uitrennen de mergels, de mensen. Tijd voor het journaal. Rob, jij mag beginnen. Week maar van stal. Steek maar van wal. In Rambouillet hebben een Serviër en een Kosovaar een onvervals 19e eeuws duel gehouden met pistolen en al. De Kosovaar verloor. De Serviër schoot beter en de Kosovaar scheet boter. In Brugge zijn opnieuw twee gevangenen ontsnapt. Het gebeurde aan de achterkant van de gevangenis, waar de ontsnapte gevangenen alle tijd namen om een touw uit het venster te werpen. Via dat touw kakten ze zalm naar beneden. Homopriester Bormans zegt dat hij uit zijn ambtswoning is gezet en door het bisdom is ondergebracht in wat hij noemt een karig hutje met één tafel, één stoel en een prul van een ledikant. Volgens het bisdom verblijft Bormans helemaal niet in een harig kutje en gebruikt hij om te slapen een lul van een predikant. Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het zover. Buschauffeur Silivoli heeft zijn koffers gekakt. Paul Marcel is positief bevonden bij een alcoholcontrole. Hij probeerde te verbergen dat hij gedronken had, maar zijn bril stond een scheetje beef. En hij slaagde er niet in zijn ondervragers kak in de ogen te strijken. Opnieuw naar het buitenland. In Berlijn is een plein ontmoft, want er is een mijn ontploft. Ons zeewater is verontreinigd. Pootje baden is dit weekend ten strengste verboden. Ondanks het koude weer wandelen heel wat dagjes mensen langs de vloedlijn met hun kloten buiten. Het weer. Eén ding staat als een waal boven Pater. Er is dit weekend stop nog kaart aan te krijgen. Als we er even een weerpaard bij kakken, ziet u het zelf. Wie zonder dikke jas buiten komt, heeft zo een pauw te kakken. Tot zover dit journaal.